Yo, ik ben Glenn en welkom bij Clash met Glenn. Jongens, vandaag gaan we weer Clash Royale spelen. Dat had u echt niet verwacht. En we gaan de Goblin Giant Evolution uittesten. We hebben net de Pass Royale gekocht, zoals jullie kunnen zien. En wij gaan de Goblin Giant Evolution claimen. En dan gaan we er gewoon lekker mee spelen. Ik heb even de drie beste decks opgezocht. Wat op dit moment gewoon de beste decks zijn met de Evolution Goblin Giant. Nou, dit is de eerste ervan. En we gaan het gewoon uittesten. We gaan er een mening over vormen. En we gaan gewoon kijken wat we er dus van vinden. In de deck zitten ook die nieuwe Goblin kaarten. De meeste van jullie kunnen die nu in ieder geval op laag niveau wel spelen. Ik heb ze zelf ook nog maar level 11 of 12. Ik kan ze eventueel iets upgraden later. Maar nog niet max level in ieder geval. Dus daarmee kan je dan zelf ook kijken of je dat leuk vindt om daarmee te spelen, ja of nee. Dus we gaan gewoon gelijk het eerste potje in met dit Goblin Giant Evolution Recruits deck. En we gaan kijken of we Boatnan aan kunnen pakken, ja of nee. Als jullie het leuk vinden dat ik dit soort dingen uittest, zeg maar, laat het even weten, dan kan ik vaker dat doen. Ik weet nog niet of ik met het drill ga doen, want voor mij wordt dat gewoon weer een losse aanbieding, zeg maar. Dat vind ik wel heel erg zonde van het geld. Maar wie weet, als jullie het heel graag willen, dan kunnen we altijd even kijken hoe en wat. Ik moet heel erg zeggen, ik heb nog helemaal geen gameplay gezien van de Goblin Giant Evolution. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het precies doet en gaat zijn. Maar dat gaan we vanzelf meemaken. Goblin Demolisher. When I hear you, so then I think perhaps I can better speak English than you. Because your language was not so good to net. Daar heb ik natuurlijk wel een keer mee gespeeld. Dus dan weet ik wel een beetje hoe het gaat. En die is best wel overpowered op het moment, die kaart. Hetzelfde als die Rocket Launcher, ik weet niet precies wat het is, een exacte naam. Maar het zijn gewoon allemaal best wel goede kaarten. Voor mij is er wel weer een nerf geweest, of komt er weer... Ben jij tafeltennis of zo? Op korte termijn aan, maar we gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken, joh. Maar hij doet in ieder geval heel veel damage. Ik heb een paar e-sports matches tegengemoeten en dan was het toch wel echt tij. Ik heb niet echt meer heel veel Clash Royale gespeeld aan het eind van vorig seizoen. Niet meer geprobeerd om een nieuw record echt te gaan halen. Dus ik ga hem even helemaal zo achterin inzetten. Gewoon om ook even kijken hoe die beweegt. Wat doet hij nou en noem maar op. Nou, ik ga het helemaal laten gaan. Ik ga ervan uit dat ik dit potje toch wel vrij eenvoudig ga winnen. Dus en zo niet, dan hebben we spijt van dadelijk. Maar zo erg is het allemaal niet. Het zit in League 1, het allereerste potje. Het is net een nieuwe seizoen dus. Dus ik kan dit wel iets op inzetten. Anders wordt het misschien wel heel taai. Maar ik ben vooral gewoon heel erg benieuwd. Wat gaat nou die ding doen? Want dit doet de Goblin Giant anders. Hij is nu gewoon... Nu in ieder geval niks. Oh, hij doet ook een Goblins droppen. Dus dat is gewoon het verschil. Hij dropt ook Goblins erbij. Wauw! Oké. Ja, op zich een leuke toevoeging. Ik denk niet dat hij super overpowered gaat zijn. Maar dat hoeft ook niet. Hè. Dat vind ik eigenlijk alleen maar beter dat hij een keer niet super overpowered is. Al die kaarten die dan gelijk van het begin zo ontzettend overpowered zijn. Dat is gewoon lullig voor de mensen die free-to-play spelen. Dan kan je eigenlijk al niet meer mee met de top. Dus op zich vind ik het wel leuk dat ze dan een keer niet heel erg overpowered hebben gemaakt. Misschien is hij dat daar alsnog wel. Hè. Dat kan zo zomaar kunnen. Maar op het eerste gezicht, als het echt alleen dat is, dan denk ik niet dat dat de meest overpowerde kaart gaat zijn. We gaan hier niet onze toren verliezen als het goed is, maar wel een hit tegenkrijgen. Ja. Maar zoals je ziet hebben we geen enkel probleem. En dit deckje, het is erg goed. Wel een beetje matchup afhankelijk. Je hebt weinig voor R. Je hebt de Firecracker en Goblin, de Goblin Gang. R is natuurlijk Sepp wel, maar verder niet. Oh ja, als die dus halverwege is, dat is het moment dat die Goblins gaat achterhalen. Dus nu pas. Daarvoor niet. Misschien zou die qua hitpoints iets gebufft zijn, dat weet ik niet. Dat hij iets sterker is, dat durf ik even niet te zeggen. Maar dat is in ieder geval zijn main trade, zeg maar. Oké, dat was dan het eerste dekje. Leuk dekje, goed dekje. Ik denk dat dit ook een dekje is dat jullie prima kunnen spelen. Alleen de Demolisher zit erin, niet al die andere kaarten. Wat we in dit deck wel gaan zien. Want hier hebben we zowel de Demolisher, de Goblin Machine en de Goblin Curse. Ja, dat is misschien alweer gelijk wat meer. Maar dit schijnt ook een erg goed dekje te zijn. Dus ik denk, ik ga het gewoon proberen en we gaan daar een mening over vormen. Mauricio. Kijken of we Mauricio ook eventjes aan kunnen pakken. Oh, ik heb een Dagger Digital aanstaan. Dat wil ik in principe niet.
omdat hij wat genervd is. Maar ja, het maakt nu denk ik nog te weinig uit om daar echt... Ja, ik denk niet dat we daardoor zomaar het potje gaan verliezen. Dat bedoel ik ermee. Ja, dit is niet een hele goede speler. Dit wordt waarschijnlijk gewoon een easy. Kunnen we dit nog snel wat goblins van maken? Ja, dat kunnen wij. Dat is mooi. Dan gaan we hier vrij snel die toren pakken. Dat is lekker. Ik had 3 dekjes voorbereid. Misschien dat we wel nog een 4e potje gaan doen. Want ik denk niet dat het potjes zijn waar we heel lang in overtime moeten of iets dergelijks. Dus dan is het prima om nog een extra potje er dadelijk aan vast te plakken. En dan gaan we even kijken wat we voor de rest willen gaan doen. Als jullie een bepaalde game mode is, als jullie graag willen zien, laat het ook even achter in de reacties. Ik wil best nog een keer dat goblins gebeuren spelen. Ik heb wel iets doorgepusht, maar nog niet heel ver. Ja, het is... Ja, de tegenstander is niet zo heel hoog, zeg maar. Dus we staan nu op 1200. We hebben denk ik 2 of 3 potten verloren, voor de rest niks. Dus ja, het is niet de meest leuke game mode dan om te spelen. Maar ik wil nog wel eigenlijk een keer gaan pushen, omdat ze natuurlijk ook wel rewards krijgen en zo. Dus het is wel de moeite waard op zich. Het is alleen zonde dat je nu tegen wat mindere tegenstanders komt. Dan kan je niet echt goed uittesten hoe goed is dit deck nou. Op zich, het deck lijkt goed. En het gaat allemaal erg makkelijk, maar ja, of we echt... Ja. Is het echt zo goed of is het gewoon omdat we tegen slechte tegenstanders moeten zijn? Maar dat is een beetje de vraag. Maar we gaan in de loop van het seizoen natuurlijk nog heel veel dingen uitproberen. Dus we gaan het vanzelf een keer meemaken. Ja, hebben we dit potje binnen. Dus dat is lekker. Dan gaan we dus nu naar het derde en laatste deck. Eens even kijken. Dat is dit deckje met de Evil Wizard erin. Geen Demolisher, dus het enige deck zonder Demolisher. Dus wil je een deck zonder Demolisher wat ook goed is, dan kan je dit deck pakken. Ik heb de decks gewoon en van de ladder gekeken en van Royal Api. Daar check ik vaak wat voor decks zijn er een beetje goed. Ja, Prins is best wel overpowered sinds zijn laatste buff. Evil Wizard is ook een goede kaart, maar die werd ook genurfd volgens mij binnenkort. Dus we gaan het gewoon weer proberen. En dan gaan we kijken of we een derde potje ook kunnen winnen, ja of nee. Tegen Paolo. De clan Armageddon. Geen idee. Eens even koekeloeren. Pam. Nou, we beginnen gewoon Goblin Giant. Is in principe niet een play die je heel graag als eerste wil doen, Goblin Giant. Want als je tegenstander bijvoorbeeld een Pekka heeft en die in zijn lane zit, dan geef je hem eigenlijk... Gratis 6 elixir. Maar voilà. We did it. So we have to deal with the consequences. Dus dit zou zomaar... Als deze gast weet wat hij doet, dan wordt dit wel een lastig potje. Dan kunnen we dit zomaar het eerste potje zijn dat we gaan verliezen dit seizoen. Maar dat is nu nog te moeilijk te zeggen. Dat is echt alles afhankelijk van hoe goed speelt die gast. En daar gaan we zo vanzelf achter komen. Ik wou het precies andersom doen. Ik zat echt even in mijn hoofd niet op te letten. Ik wou het precies andersom doen. Ik wou die skeletons op die Pekka en dan de prins voor die executioner. Maar ik heb geen idee waarom ik het andersom deed. In principe heeft hij echt wel gewoon de perfecte kaarten eigenlijk om mijn Goblin Giant te counteren met en zijn executioner en... zijn Pekka. Maar we doen je aardig op Demma. Zo, Demma. Damage. Omdat hij zijn Pekka niet in cycle had. Dat is mooi, ben ik benieuwd. Inderdaad, hij gaat er gewoon met zijn Pekka voor. Oké. Kan dit wel een beetje vervelend worden, maar we gaan het zo even proberen op te lossen. Mooie, hele mooie neder. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was van hem, of dat het toevallig zo mooi uitkwam. Maar het was in ieder geval een hele mooie nedo. Dat hij mijn skeletons daar ook pakte. Staat hij weer een beetje voor in damage. Kijk, ik doe nu een hoge Goblin Giant. Gewoon puur om hem niet de tijd te geven om terug te cyclen naar zijn Pekka. Laten we hier maar even een Goblin Curse op gooien. We gaan er niet heel veel aan hebben dit potje. Kijken of we toch een klein beetje extra value kunnen pakken. Dat is niet het geval. We gaan heel veel moeite krijgen met die Pekka van hem. Om dat te verdedigen. Hopelijk krijgen we hier maar 1 tegen. Ja, dat klopt.
Oké, okay, hij zet nu al zijn pekka in. Dat is op zich gunstig voor ons. Hoeveel damage doet dit? 36. Nou, dat is niet, niet echt heel veel. Nee, als hij nu met zijn hokrijder komt, heeft hij eerder zijn toren dan ik. Doet hij dat niet, dan zou dat heel mooi zijn. Nou, hij gunt me gewoon de win. Nou, dat is aardig. Hij had hem hier kunnen winnen. Hij had hem hier kunnen winnen. Maar deed dat niet. Dus dat is mooi. Hebben we het derde potje gewonnen. Sorry, ik werd even afgeleid. Gaan we het vierde potje doen met het deck wat ik het leukst vond. En dat was denk ik dit eerste deck. Ik denk dat dit deck het beste is. Maar ik denk dat ik dit deck het leukst vind om zelf mee te spelen. Dus ik ga dit deck gewoon nog even een potje mee spelen. En kijken of we dat vierde potje ook kunnen winnen. Dat zou heel mooi zijn. Dan hebben we vier keer op rij gewonnen van Chinka Hihahoi. Uit de kleine Ching Hihonga. En dan... Honky Planky, Bokkie Bokkie van de Hongkong, Shanghai met satésaus. Gaan we kijken of we die ook weer kunnen winnen, ja of nee. Eens even kijken, hij speelt met Dark Prince. Hij gaat dit heel mooi voiden. Prima, moeten we nog een beetje wat extra doen om hem af te leiden. Dan is dit in principe voldoende. Ja, inderdaad. Hij speelt met de Dagger Duchess. Ik weet even niet wat ik hier wil doen. Het is niet een hele goede feit, kijk ik eruit. Want ik ben bang dat hij... Ja, dat ik anders de King Toll ook had geactiveerd. Dus ik ben op zich heel blij dat hij die Valkyrie deed. Maar ik wou eigenlijk en niet te veel elixir leaken. En ja, ik wist gewoon niet zo goed wat ik daar wou doen. Roya Recruit in de back. De Dark Prince komt hier mee. Dan gaan we even kijken of we dit of met een mini P.E.K.K.A. willen. Ja, ik denk dat een mini P.E.K.K.A. prima is. Doe hier even arrows op. Dan is dit al met al prima gespeeld. We hebben nog niet heel veel bereikt, maar hij ook niet. En dan gaan we gewoon zo rustig met onze Goblin Giant in de back komen. En dan gaan we een push opbouwen. Dat vorige potje hadden we eigenlijk wel echt moeten verliezen. Daar kwamen we gewoon goed weg. Al gelukkig dat we tegen iemand speelden die niet, ja, niet, het gewoon niet perfect speelde. En, maar op hoog niveau had ik dat zeker verloren. Oeh. Dat is ook wel Thai. Een Inferno Dragon. Ze hebben niet echt een reset of iets ervoor. Dus dan moeten we of met onze recruits dadelijk voorkomen of iets anders bedenken. Maar ik denk dat het met zijn RG komt. 3, 2, 1 RG. Nee, geen RG. Prima, prima, prima. Mini P.E.K.K.A. Dus gaan we kijken of we hier wat damage kunnen gaan doen. Kijk, en nu heeft hij inderdaad wel die Inferno Dragon, maar nu wordt hij afgeleid door andere dingen en dan zie je hoeveel damage we doen. We doen trouwens ontzettend veel damage wel met die Goblin Giant, dus ik denk dat hij inderdaad wel ook flink gebufft is in zijn stats. Want ik, volgens mij, of ik miste iets waar we damage mee deden, maar volgens mij was het die Goblin Giant en het was wel echt bizar veel damage wat we deden. Nou, hij gaat als het goed is niet mijn toren hier pakken. Of misschien was het de P.E.K.K.A. Maar zat de P.E.K.K.A. er nog bij? Ik weet niet. Zullen we even terug moeten kijken? Jullie kunnen terug spoelen. Ik hoop in ieder geval dat jullie een leuke video vonden. Als dat zo is, weet je wat je moet doen. Blauw duimpje, reactie, helpt me enorm mee. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook zeker. En laat even weten wat jullie willen, de volgende video willen zien. We gaan ook die route 9000 binnenkort afmaken. Ben ik ook wel, vind ik ook wel leuk. Ik zal even snel de rewards voor jullie claimen. Ik weet dat sommigen dat leuk vinden. Om dat te zien. Dus hoppakee, hoppakee, hoppakee. Dat we dat ook nog bij gedaan. En dan gaan we weer de hele pas opsparen. En dan gaan we die ook in een aparte video openen. Was dat in ieder geval voor vandaag. Ik hoop dat je een leuke video vond, jongens. Tot de volgende. Hier links onder voor jullie. Dus hier zo. Zien jullie een video die YouTube aanbeveelt. Dus kijk die zeker als je dat leuk vindt. En dan zie ik jullie bij een volgende video van Clash met Clan. Tjallas.